Volgend jaar wordt het rijexamen veel, veel, veel strenger. Ja, dus als je rijbewijs nog niet hebt, dan is het de moment om daar nu aan te beginnen. Want vanaf 1 juni wordt dat strenger. Zowel de theorie als het praktijkexamen. Dat is een beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weitz. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, dat is uw eigen persoonlijke beslissing. Ja, dat is de beslissing van de Vlaamse regering, maar wel op mijn voorstel. Ja. Wat verandert er precies aan dat examen, meneer Weitz? Misschien eerst belangrijk zeggen waarom. Hè? Want als je zegt, je moet nu snel gaan afleggen. Nee, vanaf volgend jaar leggen de lat inderdaad een beetje hoger. Mm-hmm. Maar dan word je ook verondersteld van een betere chauffeur te zijn als je door dat examen geraakt. En waarom doen we dat? Omdat we in Vlaanderen per jaar 400 verkeersdoden moeten betreuren. We doen het daarmee veel slechter dan in de buurlanden. Ja, ja. En dat heeft onder andere ook te maken met de rijopleiding die al te beperkt is. En vooral, je ziet dat het, de dodentol bij de jongeren het grootst is. Als je bekijkt tussen in de leeftijdscategorie 20 tot 24, zeker bij jongens, is het verkeer de grootste killer, de grootste doodsoorzaak. En dat is enkel in die leeftijdscategorie. Amai, ja, ja. En waarbij hij dus wel zegt, ja, we moeten daar echt iets aan doen. Vandaag is de rijopleiding, het rijexamen, is eigenlijk te gemakkelijk als je het zeker ook vergelijkt met het buitenland. Wat men vandaag vereist, is eigenlijk gewoon zeggen, ja, je moet de wegcode kennen en je moet je voertuig kunnen besturen. Maar in alle verkeersdrukte van vandaag moet je eigenlijk veel meer kunnen om een verkeersveilig chauffeur te zijn. Nu, meneer Weitz, waren die examens al niet gemakkelijker gemaakt? Want ik moest bijvoorbeeld zowel achteruit kunnen parkeren tussen twee auto's, maar ik weet nog van mijn broer, die een paar jaar ouder is, die moest nog achteruit rijden in een rechte lijn en dat werd dan afgeschaft. Ja. Maar dat komt dan nu weer terug, heb ik begrepen. Ja, ja, inderdaad. Dus enerzijds is het een iets wat verzwaring, meer manoeuvres voor het praktische rijexamen, waarbij dat er vandaag maar twee manoeuvres zijn. We maken er daar zes van. En van die zes moet je er twee uitvoeren met de bijloting. Ja. En daar zijn inderdaad, waarbij dat je vandaag enkel in een rechte lijn moet achteruit rijden of zo, meer manoeuvres, zodoende dat je toch ook gekwalificeerder bent, dat je iets wendbaarder bent met de wagen. Ja. Als kandidaatchauffeur. Ik las ook iets over een risicoperceptietest, meneer Weitz. Mm-hmm. Wat bedoelt u daarmee? Wat verstaan we onder dat woord? Ja, dat is je noemt het ook een gevaarherkenningstest. Dat wil zeggen dat je, dat is achter de pc, dat is met het filmpje, waarbij dat je moet reageren, moet anticiperen op een heel realistische verkeerssituatie. Bijvoorbeeld een bus waarbij dat je rekening moet houden dat er een kind van achter die bus kan komen gelopen. Wanneer dat die bus stilstaat, dat je daarmee moet rekening houden als chauffeur, dat je erop moet anticiperen. Ja. Zulke heel realistische verkeerssituaties. Een virtuele test. Ja, dat is eigenlijk vooral hoe dat je gaat anticiperen als chauffeur. Ja, want okay. Als je zoals in de realistische verkeersomgeving van vandaag, je moet er jezelf eens op betrappen en ik hoop dat de meesten ook dat doen, dat ze attent zijn als ze een bus zien die stopt. Ja, dan weet je dat kinderen daar van achter of van voor plots kunnen verschijnen van achter of van voor die bus. Okay. En meneer Weitz, mijn zus die heeft een tijdje geleden haar theoretisch rijbewijs laten vervallen. Tenminste. Oh, ze zit nu af te tellen dat de 3 jaar voorbij zijn. Gaat u dat ook veranderen? Dat is inderdaad een absurde regel. Dus wat is de vandaag het geval zo? Dat wanneer je een theoretisch rijexamen slaagt en je krijgt een voorlopig rijbewijs, dat eigenlijk maar 3 jaar geldig is. Velen weten dat niet en die leggen hun theoretisch rijexamen af en die denken van dat praktisch, dat ga ik later wel doen. Maar na 3 jaar komt dat te vervallen en vandaag is er een absurde regel die zegt als je voorlopig rijbewijs is komen te vervallen, dan moet je 3 jaar wachten voor leer dat je opnieuw het rijexamen kan aanvangen en opnieuw een voorlopig rijbewijs kan krijgen. Dat is natuurlijk wel een veel te strenge en iets wat absurde maatregel. Vooral omdat heel wat jongeren gebruik maken van de mogelijkheid op hun 18 jaar om theoretisch rijexamen op school af te leggen, als ze scholier zijn. Vervolgens gaan ze gaan studeren. Ze vergeten dat ze denken, dat zit wel snor. En ze gaan studeren, komen van de NIF en denken dan, ik heb nog dat voorlopig rijbewijs. Mooi. Dat is niet meer geldig nu. Wil ik gaan werken, maar moet ik 3 jaar wachten voordat ik dat ik opnieuw de draad kan oppikken. Dus daar maken we kom af mee. We zorgen ervoor dat wanneer het voorlopig rijbewijs komt te vervallen, dat je dan een heel korte opleiding van 6 uur kan volgen bij een rijschool. En dan kan je opnieuw aan de slag en kan je opnieuw die draad oppikken. Okay. Minister Weitz, nog één kort vraagje. U rijdt waarschijnlijk als minister al een tijdje met een chauffeur. U bent al die manoeuvres al lang vergeten. Zou u het nog kunnen nu, die manoeuvres op een examen? Ik, eerlijk, ik, eerlijk, hè? Ik,
Ik zou verondersteld worden van dat inderdaad te kunnen, maar u dacht, is al mij natuurlijk uitdagen. Ik ga ervan uit dat dat nog wel zou moeten lukken, ja. En hoeveel pogingen hebt u moeten doen voor het rijexamen? Eén. Nee, dat is niet waar. Eerlijk antwoord. Zowel theoretisch als praktisch rijexamen was ik er onmiddellijk door, ja. Oké, u bent een goede minister van mobiliteit. Ja, dat weet ik niet. Merci ook voor de duiding en nog een fijne avond. Salut. Ja, eens gelijk. You make the summer. Rick Boy en Violet Goemans.